Je moet eerst bomen omhakken om andere bomen weer te kunnen laten bloeien. Wie zei dat ook alweer? Ik weet hem. Ik kan zien dat jij geen trekkerrijbewijs hebt, hè? Ik heb sowieso geen rijbewijs. Ja, dat is wel. Ik ben aan het lessen nu. Aan het lessen. Kijk, ik heb een trekkerrijbewijs. Een motorrijbewijs en een autorijbewijs. Mooi, hè? Het spannende bos. Moet eens kijken. Het is gewoon Nederland, hè? Nou, je weet het maar nooit, hè? Met dat Zika-virus. Misschien worden de Olympische Spelen nog wel verplaatst. Wat een fijne gedachte dat het in ieder geval hier georganiseerd kan worden. Over die ziektes gesproken. Het NOC-NSF heeft daar een heel protocol voor. Tijdens de Spelen mogen een heleboel atleten een heleboel dingen niet meer. Ze mogen elkaar geen hand geven. Geen knuffels geven. Als de mensen ziek zijn, worden ze meteen geïsoleerd. En dat is natuurlijk allemaal heel erg krampachtig. Maar ja, het zal maar net die ene medaille schelen. Geen seks voor de wedstrijd. Dat is sowieso slecht, hè? Seks voor de wedstrijd. Altijd, voor iedere speler, komt er weer een berichtje over de hoeveelheid condooms die verspreid worden tijdens de Olympische Spelen. Maar Kees, ik ben 3 keer op de Olympische Spelen geweest. Ik heb nog nooit een condoom gekregen, van niemand. Waar zijn die dingen heen gegaan dan? Vraagje van Jasper dan. Hij zegt, de Nederlandse sporthelden die schieten echt uit de grond, van Daphne tot Max. Wie wordt de volgende? Kiki Bertens natuurlijk, hè. Wij staan op grote mondiale sporten. Sporten waar we eigenlijk al dachten van, we doen er niet meer toe. Dat is niet meer voor ons weggelegd. Formule 1, tennis, wielrennen. En ik denk, hè, dat het ook komt omdat er minder doping wordt gebruikt. Je moet eerst bomen omhakken om andere bomen weer te kunnen laten bloeien. Wie zei dat ook alweer? Vraag voor de kijker. Ik weet hem. Ik geef je een hintje. Het was een hele belangrijke speler die buiten het team gezet werd. 2 spelers eigenlijk. Oké, we geven mensen even de tijd om na te denken. Goed zo. Erben Leo die zegt, vind jij het ook niet verdacht dat Nibali 2,5 week rijdt als een natte krant? Er een arts bij komt en hij ineens de Giro wint. Vind ik helemaal niet raar. Nibali is een fantastische wielrenner. En die kwaliteit heeft hij natuurlijk. En het is natuurlijk niet zo dat hij op grote achterstand gereden is. Hij heeft alleen niet een paar keer een aanval gepleegd. Dus hij was gewoon goed. En op het eind dan komt het aan op mentale hardheid. Gas, pompen. Als je aanmoedigt, moet het lading hebben. Moet het echt wat zijn. Pompen. Ik vond net bij de Nieuw-TV, advocaat Benali. En die had een hele mooie tip voor me. Als de oven warm is, dan verbrand je alles. Dat betekent dus, als je echt hard gesport hebt, daarna suikers, cola, alles mag. Maar wel direct na het sporten. Want dan brandt die oven voluit en dan verwerkt ik alles. Hey Erben, we hadden nog een antwoord van je te goed. Ja, dat was natuurlijk Paul van As, de coach van het hockeyteam. Die Teun de Nooijer en Takema vlak voor de Olympische Spelen eruit gooide. En toen de argumentatie gaf van, ja, je moet eerst hoge bomen wegkappen voordat je jonge bomen weer kunt laten bloeien. Dus zwaar komen te staan. Taak heeft het niet gehaald. Teun mocht alsnog mee naar de Spelen. Gelukkig maar. Heb je ook een vraag van mij, dan kan dat. Dan moet je een berichtje sturen naar de Radio 1 app of naar de Twitter account van de Nieuws BV. Pompen!